Zo, we staan in Den Bosch, vlakbij het stadion van FC Den Bosch, parkeerterrein De Vliert. We hebben de camper geparkeerd en we gaan zo lekker eventjes Den Bosch in. Kijken of we daar nog lekkere bosse bollen kunnen scoren. Alles nog even controleren. Alles goed dicht. Dan kunnen we gaan. Op naar Den Bosch. Nou, we zijn in het centrum van Den Bosch aangekomen. We hebben daar de bus gepakt. Zit bij het parkeerkaartje in. En we gaan nu een leuke ronde lopen, hoop ik. Bies het een heel klein beetje, dat is wel jammer. Maar we worden er niet aan van. Nou, hier zijn ze ook verkrijgbaar. De bossenbollen van Jan de Groot. We moeten die ook nog eventjes opzoeken straks, want we zullen natuurlijk wel een paar bosse bollen moeten scoren. Maar we komen er vanzelf. We staan hier voor de grote kerk. Mooi winkelgebied. Wat raar is, is dat de auto's er gewoon doorheen mogen rijden. Ik neem aan dat dat tot een bepaald tijdstip is. Het is wel gezellig in Den Bosch. Je ziet overal kerstversieringen en kerstbomen. Maar ik vrees dat als vanavond er een persconferentie is geweest, de boel op slot zit. Dus ik hoop dat mensen allemaal nog lekker wat inkopen kunnen doen vandaag. We lopen nu richting Gasthuispoort. Leuke watertjes. Het ziet er wel een beetje oud en vervallen uit. En dat zie je ook wel aan de binnenkant. Ze zijn druk aan het verbouwen. Ik ga even naar beneden. Ramona loopt even een stukje om, want dat is met de kar niet te doen. Een beetje voorzichtig, want het is een beetje gladderig. Maar het is wel mooi. Het watertje komt hier een klein stukje eventjes zichtbaar. En duikt daar vervolgens weer onder de bebouwing door. En wordt daar aan het oog onttrokken. Het blijft miseren, dat is al jammer. Want het is wel een mooie stad. Het zou normaal een fontein zijn, denk ik. Eens kijken of we er weer kunnen vinden. Vast wel. Thank you.
Nou, als je in Den Bosch bent, moet je natuurlijk bossenbollen halen bij Jan de Groot. Voor mijn vrienden van de DAS. Daar kwamen ze altijd vandaan. En ik ga er vandaag ook even een paar scoren. Natuurlijk lopen er altijd mensen door je beeld heen. Nou, waar liggen ze dan? Goedemorgen. Goedemorgen. Zet u klaar. Ik wil 2 bossen bollen meenemen. Ja. Dankjewel. Hetzelfde. Erg gezellig hoekje hier. Met heel veel restaurantjes, allemaal vis. Restaurantjes denk ik, wat het heet, de vismarkt. En dan hebben we hier onze zoete lieve Gerritje. En geen idee wie daar staat. En daar staat ook nog een mannetje. En hier staat Cornelis Verhoeven, filosoof. Nooit van gehoord. Maar goed. En dit is dan nog de Dieze, denk ik. Mooie oude gebouwtjes. Wel erg leuk hoekje hier. Wat een drukte hier op de markt, zeg. En hier is het stadhuis. Met daarnaast het kleinste huisje van de stad. We verlaten nu de binnenstad, die erg gezellig is hoor. Heel veel eetentjes, heel veel kerstbomen. Heel veel versiering. Echt heel erg leuk. Kijk, onderin het karretje hebben we lekkere bossenbollen. De echte bossenbollen. Dat wordt smullen straks. We zijn weer terug op de parkeerplaats, de Vliert. En de royalty staat er nog ongeschonden. Dus zo even de hondjes laten plassen. En dan zijn wij wel toe aan een kopje thee of een kopje koffie. Want het is toch wel een beetje koud en nat allemaal. Tot straks. Na 50 meter links afslaan. We zijn nu in Geertruidenberg aangekomen. Het is behoorlijk mistig geworden onderweg. En we gaan hier op de camperplaats bij de haven staan. Oh, voordatjes. 50 meter rechts afslaan, staat de laan. Bereikt uw bestemming aan de linkerkant. Wat is er allemaal? Heb je geen zin meer? Onze aansteller. Hè? We zijn er bijna. Kom erin.
Hier door het hek, denk ik. Je moet je eerst melden bij de havenmeester. Dus. Bestemming bereikt aan de linkerkant. Dit is 15 euro inclusief alles. We zijn aangekomen. En we kijken of we naar binnen kunnen. Nou, we staan de camperplaats de haven van Geertruidenberg. De hondjes werden het een beetje zat, dus we gaan even een klein stukje lopen. Oh. Kunnen we gelijk even een beetje rondkijken. We zijn dit keer niet de enige. Er staan er nog 4. Oh, kijk, en een Belg. Dat is gezellig. Kom. Kom. O jee. Nee, hoeft niet. Nergens goed voor. Het is rustig. Van zomers wel een stukje drukker zijn. Ja, het is niet zo heel groot. Hier liggen er ook nog een heleboel. Allemaal wachten tot ze volgend jaar weer gaan varen. Lopen we maar weer een stukje terug. Hier is het chemisch toilet. Die hebben we dan alvast gevonden. Met daarachter een klein speeltuintje. Nog meer opslag. Warm water om af te wassen. En de toiletten. Wasmachines. En daar woont de havenmeester. Die komt straks langs voor de centjes. Nou, dat was het alweer. Goedenavond. We sluiten deze vlog af van deze mooie zaterdag. We zijn vandaag in Den Bosch geweest. Het was een beetje miserig, het was niet echt lekker weer, maar wel een hele gezellige stad. We staan nu in Geertruidenberg aan de jachthaven van de watersportvereniging Geertruidenberg. En we hebben bij Jan de Groot de Bosse Bollen gescoord. En die gaan we lekker zo meteen opsmikkelen. En dan gaan we morgen nog een rondje door Geertruidenberg heen lopen. En dan gaan we weer naar huis toe. Ja. Ja, dat was hem.